Hallo allemaal, ik ben Daisy van Daisy Day. Ik ga jullie laten zien hoe je dit engeltje kunt maken van 31 elastiekjes met alleen je haaknaald. Ik ben op dit idee gekomen door Sarah op Instagram, Sarah CWJE. Ze had een engeltje gemaakt als armbandje. Zo, even opzoeken. Deze was dat. Ik heb hem zelf ook gemaakt. Nagemaakt. En ik dacht, ik kan er denk ik wel een enkel engeltje van maken met een mooi rokje erbij. Ik ben veel bezig geweest en uiteindelijk is dit hem geworden. In totaal dus 31 elastiekjes, waarvan 2 elastiekjes als kroontje en bij haar buikje een limited edition elastiekje. Omdat die geen snijrandjes hebben en die zullen dan ook niet gaan draaien. Hier heb ik een gewoon normaal elastiekje gebruikt, daar heb ik hem 2 keer om het buikje gedaan. Hier heeft ze ook nog iets kleinere vleugeltjes. En deze ga ik laten zien. Je kan hem dus in het wit maken, in het goud, maar welke kleur dat je maar wil. Nu leg ik even aan de kant. Ik gebruik metallic. Hola. Gaat het, Xana? Ik ga metallic blauwe elastiekjes gebruiken. En 2 haaknaalden. Ik vind zelf de metalen haaknaalden van Rainbloom gewoon echt het fijnste. Die zijn fijn glad. En je elastiekjes die blijven er ook gewoon goed op zitten. We pakken 1 elastiekje. Daar maak ik eigenlijk een kapbandje van. Dus 2 lusjes op deze manier. Ik ga even wat een beetje inzoomen. Hoop ik dat jullie het wat beter kunnen zien. Ik kan helaas alleen maar met mijn telefoon filmen, want ik heb verder geen videocamera. Maar ik denk dat jullie het wel kunnen volgen. Ik pak 1 elastiekje. Die zet ik op mijn haaknaald. En ik schuif deze 2 lusjes schuif ik er overheen. En ik zet het andere eind weer terug op mijn haaknaald. Waardoor je dus dit krijgt. Het kapbandje zal dus naar elke zijde toe gaan. Wat je nu doet, ik hou deze vast met mijn wijsvinger. Ik pak deze kant van het kapbandje en die zet ik op mijn haaknaald. Ik pak nog 2 elastiekjes. En die zet ik gewoon zo op mijn haaknaald. Dus daar doe ik even verder niks mee. Ik pak 1 enkel elastiekje. Die zet ik op mijn haak. En ik schuif die 2 elastiekjes erover. En dat stukje, dat lusje van het kapbandje. Die schuif ik weer naar achter. En het einde zet ik op mijn haaknaald. Dus nu heb ik 4 lusjes op mijn haak. Nu gaan we dit buitenste lusje haken op 1 enkel elastiekje. Dus ik pak het volgende elastiekje en ik schuif dat enkele elastiekje over mijn haak. En het einde zet ik weer op mijn haaknaald. Waardoor je dus nu 5 lusjes op je haak hebt. Kijk, de kwaliteit is niet helemaal geweldig, maar goed. Ik kan er ook niks aan doen. Het volgende elastiekje plaats ik op mijn haak. En dan ga ik de eerste 4 lusjes over dat ene elastiekje schuiven. Ik hoop dat jullie het kunnen verstaan, want mijn dochter is momenteel ook hier in de kamer aan het spelen.
aan het einde en zet ik de schone op mijn haak. Dus nu heb ik 3 lusjes op mijn haaknaald. Nu pak ik mijn andere haak en ik ga de elastiekjes omdraaien op mijn haaknaald. Ik pak de haaknaald en ik schuif ze gewoon rustig door alle 3 de lusjes. Dat ze er alle 3 op staan. En mijn andere haaknaald haal ik er voorzichtig uit. Ik draai hem een beetje naar de andere haak toe en blijft hij niet in de andere elastiekjes haken. Nu heb ik hem dus omgedraaid. Nu hou ik deze 3 elastiekjes, de lusjes hou ik vast. Ik pak dit lusje, dat is nog steeds het andere einde van het kapbandje waar we als eerste hebben geplaatst. Die zet ik op mijn haak. En deze 2 elastiekjes die hier beneden hangen, die zet ik ook op mijn haak. Nu pak ik 1 enkel elastiekje. Die zet ik op mijn haak. En ik haak de eerste 2 en het kapbandje, het lusje ervan, overheen. En het einde zet ik ook op mijn haak. Nu hebben we weer 5 lusjes. En nu gaan we dit enkele lusje op 1 elastiekje haken. Dus ik pak het volgende elastiekje op mijn haak en ik schuif dat enkele lusje erop. En het einde zet ik op mijn haak. Nu hebben we in totaal 6 lusjes op onze haak staan. En nu gaan we deze 4 op een enkel elastiekje haken. Het elastiekje zet ik op mijn haak. Dan gaan we de eerste eroverheen. Tweede. Nummer 3. En nummer 4. Dus de laatste 2 die laten we op onze haaknaald. En het einde zetten we er ook weer op. Waardoor je dus nu eigenlijk de onderkant van het rokje hebben. Nu pakken we 2 elastiekjes. Die zet ik op mijn haaknaald. Ik probeer ze meestal niet te veel gekruist te laten zitten. Dus dat ze mooi netjes recht langs elkaar zitten. En we gaan alle 4 de lusjes op die 2 elastiekjes haken. Zorg dat je een klein beetje spanning op die 2 elastiekjes houdt. En het einde, die 2 lusjes, die zetten we op onze haak. Nu pakken we weer 2 elastiekjes. Hier moet je wel even goed in de gaten houden. Dat je ze dus wel echt goed recht en netjes op je haak plaatst. Want we gaan dadelijk op de middelste 2 lusjes, wat dus 1 elastiekje is, daar gaan we een kapbandje over plaatsen. Als je ze zo op je haak hebt zitten en nog op je vinger, dan weet je eigenlijk zeker dat ze mooi recht zitten en aan deze kant dat je ze goed erop plaatst. Je kan het nog even controleren door even deze 2 uit elkaar te halen. En het middelste elastiekje, die trek je voorzichtig aan en zie je dat andere elastiekje dus naar beneden toe glijden als het ware. Dus die heb ik goed zitten. Dan pak ik mijn andere haaknaald erbij. Dan pak ik het eerste elastiekje, het buitenste elastiekje erop. Dus dit lusje hoort bij dit elastiekje. Nu moet je even je haak goed vasthouden. Beide haken. Dan pak ik een limited edition elastiekje. Nu gaan we op de haak waar we dat ene elastiekje hebben geplaatst, ga ik Limited Edition elastiekje, ga ik 2 keer eromheen draaien, waardoor je 3 lusjes krijgt. Vervolgens pakken we de 2 middelste elastiekjes op de andere haak.
Ja, lekker voorzichtig uit. En dan moeten we deze twee elastiekjes, die twee, moeten we echt even goed op onze haak houden. Waardoor we dus het kapbandje, dus die drie lusjes, daar overheen kunnen schuiven. Dan kunnen we die weer naar achter schuiven op de haak. En het andere elastiekje erbij pakken. Van de andere haaknaald. Draai hem even om. Dus nu kun je ook goed in het midden zien van ons engeltje. Nu gaan we beginnen met de vleugeltjes. En elk vleugeltje bestaat uit 5 elastiekjes. Kun je alvast klaarleggen voor elk vleugeltje. Dus 5 elastiekjes. Het eerste elastiekje gaat op de haak. We gaan alleen dit ene lusje daar overheen halen. Nu kun je deze even naar achter toe duwen. Deze hou ik vast. En het uiteinde plaats ik op mijn haak. Het volgende elastiekje op de haaknaald. En we gaan alleen dit enkele lusje eroverheen haken. Schuif hem naar achter. Ik hou hem vast. En het einde zet ik op mijn haak. Elastiekje nummer 3 gaat op de haak. Het ene lusje gaat eroverheen. Die schuif ik naar achter en ik kan hem op de haak zetten. Nummer 4. Op de haak. Het ene lusje eroverheen. Het ene deel naar achter en het andere kan ik op de haak zetten. Het laatste, nummer 5. Op de haak. Het ene lusje eroverheen. En het einde zetten we erop. Nu hebben we dus een heleboel lusjes. Dus vanaf het midden, zo we het kapbandje hebben geplaatst. En al die lusjes die aan deze kant zitten, die gaan we op één elastiekje haken. Dus pak een elastiekje. En ik schuif gewoon rustig. Zorg dat je het uiteinde van het elastiekje goed vast hebt. Dat je hem niet laat gaan. Hou een klein beetje spanning op dat elastiekje. En je kan rustig alle lusjes tot aan het midden eroverheen haken. En deze dus ook nog. Dus deze 3 die laten we zitten. Dat is de laatste. Overheen. Deze wat naar achter. Hou hem goed vast. En het einde zetten we erop. Nu moeten we de elastiekjes weer om gaan draaien. Dus ik pak mijn andere haaknaald er weer bij. Ik hou deze elastiekjes met mijn duim en wijsvinger wat naar beneden. Ik haal mijn andere haak er doorheen. Ik controleer ook altijd of ik alle lusjes erop heb staan. Het zijn er 5. En dan kan mijn andere haak voorzichtig eruit. En dan draai ik hem om. En nu gaan we hetzelfde herhalen aan de andere kant. Je zult zien dat het enkele elastiekje vanzelf al naar buiten wil gaan. Dus we hebben weer 5 elastiekjes. Zet ik op mijn haak en het enkele lusje gaat er overheen. En ik plaats het einde terug op mijn haak. Nummer 2. Het ene lusje gaat er overheen. Naar achter en die zet ik er weer op. Nummer 3. Overheen. En die schuif ik er ook op. Alleen aan het buitenste lusje haken we op nummer 4. Nu zul je wel merken dat je dit laatste elastiekje ook een beetje vast moet houden, want er zitten nog vrij veel elastiekjes op één haak. En voorzichtig gaan, overheen, naar achter en ik schuif hem op mijn haaknaald. Nu pakken we 1 elastiekje en dan gaan we alle elastiekjes van het vleugeltje
gaan we eroverheen haken. Nummer 2. Nummer 3. Nummer 4. 5 en 6. Het zijn dus 6 lusjes. En dat klopt. Op die manier. Nu hebben we in totaal 6 lusjes op onze haak staan. En die 6 lusjes gaan we op 2 elastiekjes plaatsen. Nu moeten we ook weer zorgen dat we de elastiekjes netjes rechter overheen plaatsen. Zodat deze mooi recht blijven zitten op je haak. Zodat je dadelijk makkelijk het middelstuk kan vinden. Hier bij het kabbandje zul je zien dat het makkelijkste werkt als je hem wat naar beneden houdt. En dan omhoog eroverheen duwt als het ware. En de laatste. Als je dus nu nog op de haak hebt staan, dan zal dit elastiekje hier, dit bovenste elastiekje zijn. Zodat ze netjes recht zitten. Dus aan allebei de kanten evenveel ruimte. We kunnen nog even controleren dat je de twee middelste lusjes hetzelfde elastiekje zijn. En dat is zo. Ik pak weer mijn andere haaknaald. Ik haal het eerste lusje eraf. Die laat ik erop zitten. Ik pak weer een limited edition elastiekje. Daar maak ik 3 lusjes van. Op die manier. 3 lusjes in totaal. Ik pak de middelste 2 elastiekjes daar op de haak. Zorg dat je dat andere lusje ook niet verliest. Dan moeten die 2 dus op de haak. Dan zul je die een beetje vast moeten houden. Als je hem op de haak zet en je pakt hem onder je haak met je duim en je wijsvinger vast, dan kan je dat kabbandje er makkelijk overheen trekken, schuiven. Wat je het prettigst vindt. Maar zorg dat je ze niet verliest. Nu zitten ze er alle 3 overheen. Ga je wat naar beneden schuiven. Wat verder op je haak. En dat enkele lusje kun je weer op je andere haak zetten. Ga je hem even om. En vervolgens hoeven we alleen nog maar 1 elastiekje te pakken. En alle 4 de lusjes daar overheen te schuiven. Hier ook weer pak het, het kapbandje vast. Haal hem wat naar beneden. En duw dan die 2 lusjes omhoog. En het laatste. Het einde dan zet ik op mijn haak. En hier gaan we een knoopje in maken. Wat je daarvoor kan doen, is het buitenste elastiekje over het andere elastiekje van je haak halen. En dan kun je hem rustig wat aantrekken. Dan kan je het limited edition elastiekje, dus het ronde, nog wat aanpassen. Haal de vleugeltjes een beetje uit elkaar, zo. Dus je pakt de bovenste en de onderste. Voorzichtig. En je engeltje is klaar. Ik hoop dat het duidelijk was. Dat ik het goed heb uitgelegd. Ondanks het slechte beeld. Ik geloof dat het wel te volgen was. Mocht je mijn engeltje nou leuk vinden, ga dan alsjeblieft op mijn engeltje stemmen. Ik heb hem opgegeven bij de wedstrijd van Rainbow Loom Benelux op Facebook. De link hiervan om te stemmen op mijn mooie engeltje staat in het tabblad over, bovenin bij mijn kanaal. Daar kun je gewoon doorklikken en het enige wat je hoeft te doen is de pagina van Rainbow Loom Benelux, vind ik leuk, te klikken
En je kan op mijn mooie engeltje stemmen. Dus doe dat alsjeblieft. En ik hoop dat ik mag winnen. En dat ik een heleboel mensen blij mag maken met de feestdagen. Alvast hartstikke bedankt voor het kijken. Ik hoop dat je mijn engeltje leuk vond. En alvast hele fijne feestdagen gewenst. Doei!